naam is Patrick van Wielen van Prestons en dit is mijn nieuwe gitaar, de RG-series van Ibanez, heel te gek. Ik heb er nog niet op gespeeld, dat gaan we zo even demonstreren, zeg maar. Maar, here we go. Nou goed, zoals gezegd, 8 snaren is 2 snaren extra. Is even wennen omdat je gewend bent aan de E en de E is je laatste snaar, zeg maar. En nu heb je de 2 snaren boven zitten. Die weliswaar lager zijn, maar omdat je positioning altijd eigenlijk gedempt is op de E, is het een beetje moeilijk om je te oriënteren. Daar gaat wat tijd overheen zitten om dat te realiseren. En hoe je dat het beste kunt bewerkstelligen, zeg maar, is om je F-sharp, dus je laatste snaar, om die als een E-snaar te zien. Maar je moet je wel realiseren dat de intervallen ook anders zijn. Je kunt dus niet meer. Dit is al heel anders dan dat je dan op de eerste snaar zou beginnen, dus daar moet je even op letten. Als je dat over een eerste snaar speelt, dan heb je bijvoorbeeld dit. Hetzelfde zou doen met de F-sharp als grondtoon. Je pakt hetzelfde figuurtje, zeg maar. Luister maar eens wat daar dan uit gaat komen. Hetzelfde akkoord, hetzelfde patroontje, alleen het klinkt wel heavier. Alleen het is moeilijker te definiëren welk akkoord het is. Dan wordt het meer een gevoelskwestie, zeg maar. Sommige dingen werken dus wel, en sommige dingen werken dus niet. Als je een typisch Pestels dingetje hebt, waarbij wij heel vaak gebruik maken van een octaaf en een halve noot hoger, dan heb je bijvoorbeeld deze dingen. Als je daar dan een Pestels riff van zou maken, bijvoorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld dit. Speel je dat op de E en op de F, dan heb je dit. Ik zei al eerder van, je moet niet vergeten dat je ook die andere snaren hebt. Hè? Want in het begin ben je gewoon helemaal gefixeerd op die lage tonen. Is dat je ook bijvoorbeeld de B-snaren eens meepakt of zo, en dat je daar eens wat mee doet. Pestens is altijd al bekend geweest om octave akkoorden te gebruiken, zeg maar, en dan vaak over een andere grondtoon of zo. Maar we hebben bijvoorbeeld. Dan heb je dan gebruik je de B-snaar als grondtoon en dan heb je alweer een ander facet van die A-snaar. In plaats van als je constant alleen maar. Is allemaal hartstikke leuk en zo, maar je hebt nog meer snaren, zeg maar. Ja. Van een nieuwe plaat, zeg maar. Een typische Pestelen-stijl, vooral met veel halve noten en octaven werken wij. Ik kan hem wel even langzaam spelen, zodat iedereen die thuis kan oefenen, zeg maar.
Dit is typisch Pestels. Dus. Dit werkt gewoon zo. En als je dan dat tweestemmigheid in kunt brengen, dan hoef je eigenlijk de positionering gewoon een anderhalf stap omhoog te doen. Dus wat je hier doet, doe je dan hier. Dus.